Ik sta bij Annemiek Loef in De Waag. En we gaan even over de stadstijl. Want we hebben een aantal jaar geleden een nieuwe stadstijl geïntroduceerd, Esdam. En volgens mij gaat het heel erg goed. Ja, het gaat uitstekend. Het is een groot onderzoek geweest onder een heleboel Schiedammers. Waaruit kwam dat 72% van de Schiedammers de stadstijl kent. En bijna net zo'n groot deel de stadstijl ook waardeert. En daar zijn we met elkaar denk ik heel erg trots op. Mooi, behalve leuk, het is ook belangrijk, vind je? Heel erg belangrijk, want we willen natuurlijk Schiedam wereldwijd op de kaart zetten. Maar het belangrijkste is om dat te kunnen doen, dat de Schiedammer een stadstijl als merk draagt. Want anders heeft het geen hart en geen ziel. En nee. Dat moet wel natuurlijk. Ik merkte al toen ik net wethouder werd van dat er een soort omslag gaande was. Dat het merk Schiedam als stad geheel, de mensen en de ondernemers, dat we zo al sterk aan het worden zijn dat nu ook mensen gaan aansluiten bij het merk. Dus vroeger moesten wij profiteren van anderen, van de sterke ondernemers. Nu merk je dat ondernemers en ook mensen in de stad zich aan willen sluiten. Vind ik heel belangrijk. Ik ben blij dat het onderzoek dat bevestigt. En ik, volgens mij krijg ik heel veel aanvragen van mensen die zich aan willen sluiten. Hè, die iets willen doen met het merk Esdam. Ontzettend leuk. Ja. Je bent streng, begreep ik? Wij zijn wel heel streng erin. We vinden het natuurlijk hartstikke leuk dat de Schiedammer het omarmt. En er iets mee wil doen. Zoals ik verhuis naar Schiedam en jij en ik is Schiedam als verhuiskaart willen gebruiken. Nou, dat is fantastisch. Maar we zijn wel heel streng. Want we hebben een bepaalde doelgroep voor ogen die we hier heel hard nodig hebben in Schiedam. En dat is ongeveer een groep mensen van rond de 30. En die mensen zijn heel kritisch en die haken heel snel af wanneer je ze niet meer laat zien, niet meer die herkenbaarheid hebt, die voldoet aan hun eisen en wensen. Dus we zijn daar streng in, maar we vinden het fantastisch om te kunnen samenwerken met mensen die wat willen, want dat is heel erg leuk. Nou. Ik wil ook wat, want ik liep door de stad heen en denk ik wil een kaartje sturen. Om te laten zien hoe leuk het is Schiedam, om mensen te bedanken. En het is helemaal geen goede Esdam kaart, kwam ik achter. Sterker nog, het is helemaal geen lijn van merchandise, wat een sterke stad zou wel verdienen. Dus ik heb je uitgenodigd van, joh, laten we nou iets bedenken dat we de eerste officiële Esdam kaart maken. Maar daar hebben we de Schiedammers weer nodig. We zoeken een leuke tagline of een slogan, wat in één zin uitdrukt in de stijl van Esdam, wat er nou zo leuk is om mensen uit te nodigen. Hoe zit de actie in elkaar? De actie zit in elkaar inderdaad om een mooie uitspraak te verzinnen die een beetje in lijn ligt met wat we al doen. Van see you later of kusjes uit Esdam of leg eens aan in Esdam. Jij en ik is Esdam. Nou, zulke soort uitspraken zoeken we, zulke soort taglines, zoals dat zo heel mooi heet. En die willen we heel graag ontvangen voor 1 september. Leuk. Die slogan gaan we gebruiken op de kaart. Daar gaan we van drukken en wij gaan ze verspreiden. Ja. Uiteraard krijgt de winnaar ook nog een aantal kaarten, want het wordt een unieke bezit. En misschien is het begin van een hele leuke Esdam-lijn met allemaal mooie spullen die mensen kunnen kopen om zich het Schiedam-gevoel vast te houden. Even praktisch, esdam.nl bij nieuws staat de actie uitgelegd. Er staan de voorwaarden bij. En je tagline kan je sturen naar? Voor 1 september naar info@esdam.nl. Leuk. Ik zou zeggen meedoen. Laat zien hoe creatief de Schiedammer is. En sta aan de wieg van de eerste van een grote lijn merchandise die we in Schiedam gaan introduceren. Meedoen.